Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans en Dranken en Restaurant La Mangerie. Navenant Kookt is deze week de gast bij Restaurant La Mangerie in Venlo. De huiselijke sfeer en persoonlijke aandacht zorgen ervoor dat gasten optimaal kunnen genieten van de culinaire specialiteiten van het huis. Gelegen in het kloosterkwartier in Hartje-Verno is La Mangerie de ideale locatie voor een heerlijke lunch of diner. Chefkok Hans Cals verrast ons deze week met traditionele gerechten van eigen hand, met een beetje hulp van juffrouw Bartelien. Welkom bij Navenant Kookt. Het is maandag, u kent dat wel. We gaan iets gemakkelijks maken vandaag. Een maaltijdsoep met asperges. We hebben aspergessoep, we hebben bonenkruid, we hebben aardappeltjes en we hebben verse doperwten en we hebben een mooi stuk zalm. We gaan eerst de asperges die al geschild zijn koken. Dat doen we met heet water. Die zetten we op vuur, op een hoog vuur. Je kunt natuurlijk ook vocht pakken van de schillen. Daar doen we een beetje zeezout bij. De asperges die koken we. Laten we 3 minuten flink koken. En dan zetten we ze 11 minuten op een warme plek weg. En dan zijn ze precies goed. Ondertussen dat de asperges koken, gaan we de doperwtjes doppen. Die halen we. De schillen kunnen we niet gebruiken. We trekken het dingetje eruit. Deze tijd van het jaar. Prachtige doperwten. Die worden al wat dikker. Maar de natuur is vroeg. Dat kunnen we wel zien. Voilà. En dan gaan we de zalm snijden. We pakken 2 mooie stukken. We snijden hem van de huid af. Niet te veel vet erop laten, want dat is niet zo lekker. En die leggen we, de stukken zalm, die leggen we mooi klaar. Dat gaan we direct allemaal gaar maken in de soep. Dus dan trekt de smaak van de asperges en alle ingrediënten erin. Oké. We zetten een wekkertje voor de 3 minuten, want de asperges koken nu. En als de wekker gaat, dan zet ik hem af en dan zijn ze na 11 minuten goed. Zo, nou zijn de asperges die zijn gaar. Dan gaan we die even een mooi stuk snijden. Dan doen we even een kopje klaar zetten. Zo, dan hebben we alle ingrediënten klaar. De soep die gaan we aan de kook brengen. De soep die hebben we gemaakt zoals gebruikelijk van een beetje gevogelde bouillon, een roetje en aspergenat. En dat hebben we op smaak gebracht. Nou, kookt de soep, dan gaan we daar als eerste de doperwtjes in doen. We moeten hem eigenlijk niet meer roeren, want anders roeren we. Dan gaan we roeren met een houten lepel. Dan zetten we een wekkertje op 2 minuten, want de doperwtjes zijn na 2 minuten goed. En ondertussen doen we de gekookte aardappeltjes er al bij, dan kunnen die ook lekker warm worden. Dit zijn Marokkaanse Nicola aardappeltjes, daarom zijn ze ook een beetje witter. En die hoeven eigenlijk alleen maar een beetje warm te worden, want ze waren al gaar. En dan schrijven we de soep een klein beetje terug, want de zalm die hoeven we eigenlijk in feite, het is een mooie zalm, hoeven we eigenlijk alleen maar een beetje warm te maken. Dus de doperwten moesten 2 minuten en als we dan half weg zijn, dan doen we de zalm er al in. En dan laten we de zalm een minuutje meegaren in de soep. En vervolgens de warme asperges erin. Nou, dat is een lekker maaltje voor de maandag. Als de 2 minuutjes om zijn, dan doen we er een flinke scheut room in. brengen even terug aan de kook. Kijk. Oké, nou zijn de 2 minuten zijn om. Nou is de soep klaar op de bonenkruid na, want die gaan we er nu in doen. Bonenkruid die mag je niet meekoken, want dan verliest hij heel veel van zijn smaak. Bonenkruid heeft echt specifieke smaak. Vroeger deden we dat bij tuinboontjes. Dat was altijd heerlijk. Ik vind dat heerlijk bij aardappeltjes en bij asperges. Kijk, de kook wordt erin. Een beetje ruim erin. Hoppakee, en dan zijn we al klaar op de maandag. Dan gaan we opscheppen. Gaan we in een mooi warm bord. Gaan we de ingrediënten verdelen. Mooie stukken zalm. En we laten alles mooi zien. Aardappeltje erbij. Kijk eens. Een beetje soep met bonenkruid eroverheen. Nou. Oké, en dan hebben we het gerechtje al klaar. Wilt u het thuis maken of wilt u het nog eens nalezen, dan kan dat natuurlijk op onze site of met de app, als dat niet lekker is. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans en Dranken en Restaurant La Mangerie.